Ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij. Even naar mij, dan koekeloeren we. Koekeloeren we, dan koekeloeren we. Allebei. Hey, mof. En hoe vind je hem worden, mijn herfsttafel? Ga je straks ook mee nog meer kastanjes zoeken en zo? En eikeltjes en... Nee. Ah, doe nou, mof. Doe nou mee. Nee, ik doe niet mee, Pier. Ik heb helemaal geen zin in de herfst. De herfst, jakkie, met regen en storm en koud en... Ik wil gewoon dat de zon schijnt. Dat wil ik ook wel, dat de zon schijnt. Maar ja, het is nou eenmaal herfst. Weet je, Pier, ik denk dat ik een winterslaap ga doen. Ja, dat ga ik doen. Ik ga gewoon in bed liggen, lekker warm. En als ik dan weer wakker word, dan is het lente. Ja. Nou ja, zeg, die moffel, een winterslaap. Net als een egeltje. Nou, weet je wat? Ik ga lekker naar buiten om mooie herfstblaadjes te zoeken. Doei! Hey, dat is wel een mooi blaadje. Oh, en nog één, die is ook mooi. Oh, ik had beter een mandje mee kunnen nemen. Hey, ha, die Piertje. Ik ben mijn koffer aan het pakken. Ja, ik ga toch naar het warme zuiden. Ja, dus er moet van alles mee, hè? Ja, tuurlijk. Oh, Arie, wat fijn voor je. Nou, ik zou best mee willen. Ja, maar jij kan nou eenmaal niet vliegen, hè? Oh, maar ik heb wel een probleempje. Oh, wat dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Mijn koffer is te klein, geloof ik. Zie je wel? Ja, en hij zit al propvol, maar er moet nog heel veel meer in. Maar ja, dat gaat niet. Hey, Pietje, hebben jullie misschien een grotere koffer voor mij? Ja hoor, die hebben we wel. Onze koffers staan in de slaapkamer. Oh, nou, dan ga ik daar even kijken. Ja, bedankt hoor. Oh, wanneer komt die winterslaap nou? Hé, ja, ik geloof dat ik toch een beetje slaap kreeg. Ja. Even kijken hoor. Waar staat die koffer nou? Hey, Arie. Hé? Oh, moffel. Ik had je helemaal niet gezien. Ja. Hey, waarom lig jij in bed? Ben je ziek? Ik? Nee, niks hoor. Maar ik heb geen zin in de herfst. Ja, met die kou en die regen en alles. Brrr. Dus ik dacht, ik doe een winterslaap. Een winterslaap, die moffel. Hey, ik kom eigenlijk even een koffer lenen. Ja, want ik vertrek naar het warme zuiden. Hè. Ja, en Piertje die zei dat jullie een hele grote koffer hadden. Ja, dat klopt. Die staat... daar ergens. Hey. Oh ja, mooi. Ja, ik zie ze. Ja. Oh, even kijken hoor. Oh, een kleine met de pu van Piertje. Ja, die is een beetje te klein. Oh, en deze met de van Moffel. Ja, die is mooi groot. Ja, die neem ik. Nou, ik neem deze hoor, Moffel. Bedankt voor het lenen, hè. Ja, graag gedaan hoor, Arie. Ja, die gaat naar het warme zuiden. Zou ik ook wel willen. Maar ja, ik kan niet vliegen. Ja. En het vliegtuig is veel te duur. Heb ik geen geld voor. Lopen is natuurlijk veel te ver weg. Hey, en wat als ik nou eens in die koffer kruip? Mooi. Hallo, daar ben ik weer. Ik ben Flip de Beer. Bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer? Hallo allemaal. Vandaag mag ik mee naar het bos. We gaan een herfstwandeling maken. Samen met de boswachter. Dan sta je op een hele dikke boom. Ik wil ook daarop. En kijk hier eens. Wat hebben we hier? Dat is van een beukenboom. Ja. En daar zit een beukennootje in. Maar ik wil ook klimmen. En weet je wie zo gek zijn op beukennootjes?
De eekhoorntjes. Die halen ze eruit. En ik geloof dat er hier nog één in zit. Zullen we eens kijken? Zal ik jullie eens op de boom zetten? Ik wil ook. Ga maar zitten. Huppatee. Hé, hey, is dat nou een beukennootje? Die is klein. Die kunnen we niet eten, toch? Kijk, jawel. Die kun je wel eten. Ja, is beukennootje. En ik denk dat de bieren hem ook wel kunnen. Maar hele kleine. Zijn we één... Ik weet alleen niet of je hem lekker zijn doet. We eekhoorntjes? Zo eten. Zijn we eekhoorntjes? Stop maar in je mond. Zijn we eekhoorntjes? Ben je een eekhoorntje? Vind je een beetje raar? Een beetje bitter misschien. Zullen we voor hem ook even één zoeken dan? Ja. Mag ik hem met de weer eraf? Want ik wil... Dan wil je verder kijken. Van wil je daarheen lopen? Ja. Maar kan jij zelf blijven zitten met de bier? Ja. Nou, dan lopen wij vast heen. Dat is goed. Dat is toch goed? Zie je? Het is te glad. Ik zou ook wel een nootje willen. Lijkt me best lekker. Oh, we gaan weer verder. Hé, hey, dat zijn paddenstoelen. Zo, dat zijn er veel. Hey, en weet je wat die zwammen doen? Die ruimen het hout op. Die eten eigenlijk het hout een beetje op. Oh, dat wist ik niet. Een klein beetje. En zo ruimen ze. Dus die paddenstoelen eten heel langzaam het hout op. Wel knap van die kleine paddenstoelen om een hele boom op te eten. Die zit helemaal vol. Door jullie willen van alles zoeken, hè? We gaan zo nog eens even naar torretjes en zo kijken, want die zijn ook een dode houten opruimen. Zien jullie al die gangetjes? Daar zitten, laat hem maar goed kijken. Daar zitten allemaal torretjes in. En mag kijken. Ja, kijk, kijk, hier hebben we er een. Hier hebben we er een. Pakje voor roodkrasjes. Zo, die heeft veel pootjes, die duizendpoot. Wauw. Zien jullie daar dat ronde gat in die stem? Ja. Nou, dat is door een vogel gemaakt, door een specht. En er wonen heel graag eekhoorntjes in. En dan gaan we eens even Flip laten kijken. Of die misschien in het gaatje... past. Dat hij de eekhoorn misschien ziet. Dat kan natuurlijk. Hey, het holletje van een specht. Dat is een vogel en die woont daar helemaal hoog in de boom. Dat is makkelijk, zo'n verrekijker. Dan kun je alles heel goed zien wat ver weg is. Beukennootjes in zo'n holletje in de boom. En dan gaat hij lekker slapen. Nou, ik vond het heel leuk in het herfstbos. Dag, tot de volgende keer. Hé, hey, die Peertje. Ik kom even gedag zeggen, want ik ga nu vertrekken. Ja, naar het warme zuiden. Nou, even Moffel gedag zeggen. Moffel? Moffel die ligt in bed, hoor. Hij ging toch een winterslaap houden? Oh ja, ja, dat is ook zo. Nou ja, doe me de groeten. Ja, want ik moet nou echt weg, hoor. Ja, ja. Ja. Hey, weet je wat, Arie? Ik ga je wel even uitzwaaien. Oh ja. Weet je, ik ben weg, hè. Groetjes aan Moffel. Tot binnenkort. Zo. Ja, en veel plezier, Arie. Pas nou op, Arie. Heb je pijn gedaan? Nou, er ging iets mis. Nou, nog een keertje proberen. Oké, Arie, zet hem op, hè. Je kunt het. Goeie reis. Oh, pas op, Arie. Oh, heb je pijn gedaan? Arie, gaat het? Oh, nee, pas nou toch op. Het gaat helemaal niet. Het lukt niet. Die koffer die is veel te zwaar. Ja, daar krijg ik nooit de lucht in. Nou ja, laat ook maar. Hey, weet je wat? Ik neem gewoon mijn rugzak mee. Ja, ja, daar zitten mijn zwemspullen in. Ja, en eigenlijk heb ik gewoon niet meer nodig. Ja, ja, nou, dat is een goed idee. Ja, dat is een goed idee, Arie. Laat die koffer maar gewoon thuis. Zo, nou, die staat. Nou, Pier, ik ga er nu echt van tussen, hoor. 1, 2, hup. Nou, dag, Arie. Ja, dag, Piertje. Oeh, het is
Oh, ik ben een beetje benauwd in zo'n koffer. Maar ja, dat geeft niet, hè. Als ik bij in het warme zuiden kom. Geen herfst. Oeh, lekker naar de zon. Zal ik eens even spieken waar ik ben? Hé. Hey. Dit... Nou ja, dit is gewoon ons bos. Daar is gewoon ons hol. Oh, nou is mijn hele plan mislukt. Nou, moe. Oh. Dan ga ik maar weer snel terug naar ons warme hol. Stom. Het is herfst. De bladeren vallen van de bomen. Nog een poos en het bos is kaal. De wind blaast een ballon naar de boom van Uil. Het touw raakt vast in de takken. Zacht wiegt de ballon heen en weer. Hij kan niet meer los. Vos, haas, kom gauw. Hij gooit een ballon aan mijn boom. Dat kan niet. Ballonnen gooien niet aan bomen. Toch wel. Ik wil de ballon. Hij is van mij. Uil vliegt de boom in. Het touw zit in de knoop. Met zijn bek bijt Uil het touw door. Dan bindt hij het gauw aan zijn poot. Zo raak ik de ballon nooit kwijt. Uil is gek op de ballon. Hij neemt hem overal mee naartoe. In bad en in bed en aan tafel en op bezoek bij Vos en Haas. Is mijn ballon niet lief? Heel lief. Mijn ballon is net een ei. Een mooi, groot, lief ei. Een ei met lucht erin. Dat vindt Uil niet leuk. Kijk, daar loopt Uil. De ballon zit vast aan zijn poot. Haas, Haas, er is iets mis. Mijn ballon zweeft niet meer. Haas kijkt eens goed. Ik denk dat hij lek is. Lek? Wat is dat, lek? Een lek is een gaatje. Een ballon die lek is, loopt leeg. Oh nee, dat mag niet. Daar doe ik iets aan. Ik ga broeden, net als op een ei. Mijn ballon wordt weer groot en sterk. Je zult wel zien. Uil neemt een sprong en... Oh nee, wat erg. De ballon ploft. Ik was zo dol op mijn ballon. Elke ballon gaat vroeg of laat stuk. Of hij raakt lek. Dat vindt Uil zo erg. Zo erg. Vos geeft Uil een zakdoek. Haas slaat haar poot om hem heen. Maar de ballon blijft stuk. Er is niets aan te doen. Uil gaat naar huis. Hij huilt niet meer. Om zijn poot zit een stuk touw. Aan het touw zit een stuk van de kapotte ballon. Bij zijn boom staat Uil stil. De kruin van de boom is kaal. Er hangt geen blad meer aan. Maar in de lente groeit alles terug. Dat gaat elk jaar zo. Er groeit vast ook wel weer een ballon aan mijn boom. Een blauwe ballon. Of een rode. Dat mag ook. Huh? Moffel, wat doe jij nou hier? Ik dacht dat jij in bed lag te slapen. Ja, nee. Ja, ik wou met Arie mee in zijn koffer. Want ik had geen zin om hier te blijven in de herfst. Maar kijk, eerst bonkte het heel erg toen die wegvlogen. En toen spiekte ik naar buiten. En toen stond de koffer gewoon op de grond. Hé, zat jij in de koffer? Hihi, die moffel. Wou je soms stiekem meevliegen met Arie? Poeh, maar nou ben ik nog steeds hier. En mijn winterslaap die lukt ook al niet. Ja... Nou, weet je wat, Mof? Kom lekker bij de kachel zitten en dan neem je een stukje appeltaart. Hè? Die heb ik net gebakken. Oh, appeltaart. Oh, ik hou dol van appeltaart, Pier. Doe mij maar een groot stuk. Kijk nou, de kachel is aan. Oh, wat is het eigenlijk gezellig in ons hol. Ja, hè? Ja, vind ik ook. Zeg, maar nu wil ik wel een stuk van die appeltaart, want ik heb honger. Ik denk van al dat reizen. Ja, nou goed, maar nou niet meer zo mopperen, hè, Mof? Want de herfst is echt ook leuk. Ja. En koekeloeren jullie weer de volgende keer? Nou, Mof.
wat ruikt die lekker, hè? Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel.